Rutger van Barneveld. Wat was mijn eerste muzikale herinnering? Nou, ik weet nog dat ik... Toen was ik echt heel klein. En dat was eigenlijk een concert van Frans Bauer die ik zag. En ik was meteen met muziek bezig eigenlijk. En dat was de reden dat mijn moeder zei van... Hij wordt daar zo vrolijk van. Hij moet daar iets mee gaan doen. En toen ben ik op sport en spel en beweging gedaan. En vanuit daar ben ik eerst gaan dansen. Dat zou ik nu niet meer zeggen, maar het is echt waar. Toen ben ik... Gaan zingen en instrumenten gaan bespelen. En toen kreeg ik eerst een xylofoonles. Toen kreeg ik keyboardles. En toen merkte ik van ja, maar daarachter staan vind ik eigenlijk niet zo leuk. Als dat ik op de voorgrond sta en de aandacht krijg. En ik vond die aandacht heel leuk. En ik vond het leuk om mensen blij te maken. En dat was de reden dat ik dacht van, nou, dit wil ik echt gaan doen. En toen op mijn 11e jaar eerste singeltje gemaakt. Het meest onverwachte, nou dat weet ik nog toen ik het eerste keer muziekfeest op het plein ging doen in Arnhem. En dat was precies in coronaperiode en ik kwam net uit, echt vanuit andere opnames zeg maar, waar ik de serie mee heb gehad. En ik was echt heel erg zenuwachtig en ik wilde dat echt perfect doen. En Helena was net echt een hit aan het worden in het land. En ik stap op en ik denk, ik hoor niks. En toen had ik dus het idee dat het kastje van mijn oortjes die lag op de grond en mijn oortjes die bungelden daarnaast. En toen heb ik heel snel dat opgepakt en toen heb ik een echt letterlijke slinger gegeven. En toen kwam die bijna bij mijn zak terecht, dus toen kon ik hem in mijn zak doen en toen was het oké, maar de eerste 2 minuten waren best spannend. Maar uiteindelijk toch goed gekomen, dus dat zal me altijd wel bijblijven. Dus die fout die maak ik niet zelf meer. Ik zou dan, dat verwacht zeker niemand, maar ik zou dat Angels heel graag willen doen van Robbie Williams. Waarom? Omdat het eigenlijk wel een liedje is wat heel erg bij me past. Een aantal jaar geleden heb ik best heel diep gezeten dat ik echt wel een echte depressie had. En door heel vaak dat liedje te luisteren heeft me dat ook doorheen geholpen. Omdat het juist een verhaal is wat ik ook heb meegemaakt. En toen dacht ik van, nou, dat is toch mooi om daar ooit eens een keer iets mee te doen. Ja, ik zing natuurlijk Nederlandstalig. Angels is Engelstalig. Is lastig, maar als het me ooit lukt, wil ik dat zeker doen. Nou, ik heb eigenlijk niet echt rituelen. Ik wil altijd presteren. En het enige wat ik doe is lekker relax. Ik wil geen gezeur aan mijn hoofd, dus ik zoek meestal een plekje even voor mezelf. En dan lekker heen en weer lopen, een beetje in mijn eigen hoofd gaan zitten, een beetje mijn eigen dingetjes doen. En ja, dat is niet echt een ritueel, maar dat is waar ik blij en vrolijker van word. En dan kan ik juist al die mensen mijn energie geven die ik opbouw terwijl ik even wacht. Zeker, het liedje Omdat het zo mag zijn, is wat ik een aantal jaar geleden heb gemaakt. Omdat het zo mag zijn. Omdat het zo moet zijn. Samen met Mark Daniels en Harold Queens. En het liedje het betekent voor mij heel veel omdat het gaat niet per se over een liefde verliezen, maar wel over iemand een geliefde verliezen. En dat liedje heeft zoveel eigenlijk losgemaakt na de hand op mij dat ik dacht van ja, maar dit is eigenlijk ook hoe het leven is. Het is niet alleen maar vrolijk en alleen maar plezier wat je overbrengt, maar het heeft ook een serieuze kant. En omdat het zo mag zijn, is toch wel dat je heel blij bent dat je iemand in je leven hebt, maar dat je ook los moet leren laten als het niet gaat. En dus dat vond ik wel heel bijzonder om dat zelf te mogen maken. Daar heb ik heel lang over nagedacht. Uiteindelijk hoef ik daar niet heel lang over na te denken. Want eigenlijk is Marianne Weber zou altijd nummer 1 zijn. Daar ben ik echt vanaf kinds af aan al fan van. Die vrouw heeft me gewoon iets gedaan vroeger. Daar ben ik mee opgegroeid. Waardoor ik denk van, nou, dat is de eerste keus. Omdat ik weet dat dat op dit moment gewoon een heel lastig verhaal is. Ben ik best wel na gaan denken van, wat zou dan een leuke combi zijn? En dan zou ik Django wel heel erg leuk vinden. Dat het echt een hele sympathieke man is. Jannes, dat het qua muzikaal vlak heel erg matcht. Maar een Marlane bijvoorbeeld, die nog niet zo heel bekend is, maar die ik al heel lang ken, zou ik ook een enorme uitdaging vinden, omdat mensen dat misschien niet verwachten. Maar ook een Billy Dans, totaal iets anders, maar is ook wel iets wat bij mij matcht of zo. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dus ik zoek wel een beetje de uitdaging ook, maar dat, ja,
past uiteindelijk wel bij mij. De mooiste boodschap zou zijn, joh, wees allemaal eens een beetje lief voor elkaar. En als je lief voor elkaar bent, verandert de wereld. Maar ik denk dat dat nooit gaat lukken. Maar ik zou dat toch het liefste nog steeds uit willen brengen. Omdat, weet je, als je allemaal wat liever voor elkaar bent, wordt de wereld zoveel mooier. Ja, en samen sta je veel sterker dan alleen. Ja, mooi. Ik zou ook eens denken. Ik ga niet in de politiek. Nee, dan krijg je echt een verrot leven van. Dat ga ik echt niet doen. Dat vind ik een hele lastige vraag, want dat is uiteindelijk wat ik natuurlijk zelf niet bepaal. Dat is wat de mensen die mijn muziek luisteren en die mij als persoon heel leuk vinden bepalen. Maar ik kan natuurlijk wel hopen en ik mag dromen, zeg ik altijd. En ik hoop toch wel over 2 jaar. Ik heb nu 2 keer de Vorstin gedaan, uitverkocht. En dan zou ik het toch wel mooi vinden als je ooit eens een keer in een grotere zaal de mensen die voor jou komen kunnen vermaken. Ja, dat zou wel een hele erge droom zijn en natuurlijk heel veel leuke, mooie, nieuwe liedjes. Dat is uiteindelijk denk ik de droom van iedereen. Een beetje standaard, maar dat is echt zo. Nou, daar ben ik eigenlijk altijd heel kort en bondig over. Blijf jezelf. Wat ik heel veel merk is dat als mensen camera voor de snuit krijgen, is dat ze een soort act gaan worden of naast de schoenen gaan lopen. Ik ben niet meer dan degene die mijn muziek luistert. Ik kan toevallig heel lekker zingen en daar kan ik mijn brood mee verdienen. Maar ik vind het heel knap als je met metselen je brood kan verdienen, want dat kan ik niet. Dat zou ik heel graag willen, want ik zit wel eens eigen huis en tuin te kijken. En denk, oh, zou ik dat fijn vinden als ik zelf een priëel in elkaar kon zetten. Of dat ik daar het geduld, maar ik heb daar het geduld niet voor. Maar ik wou het wel dat ik het kon. En die mensen vind ik veel knapper dan wat ik doe. Dus weet je, blijf lekker jezelf en doe lekker je ding en geniet er vooral van. En als je gaat poepen, poep je allemaal stront, zeg ik altijd. Dus het maakt helemaal niks uit wat je doet. Nou ja, we proberen natuurlijk van alles. Ik zou heel graag nog wel iets met presenteren of tv willen doen. Omdat ik merk dat ik daar misschien wel meer mee kan dan wat ik nu laat zien en wat ik nu doe. Maar alles moet groeien. Ik zou natuurlijk veel meer muziek willen maken. Ook wel ballads willen maken. Omdat ik nu maak ik heel veel vrolijke liedjes en feestnummers, maar ik denk dat ik een ballad ook wel heel erg goed kan brengen. Juist door wat je hebt meegemaakt in het verleden. Maar wat ik al eerder zei, ik hoop natuurlijk ook nog een keer een goed, groot eigen concert te kunnen geven. Dus ja, zoveel projecten die we nog willen en kunnen doen. Dus we zijn nooit uitgeleerd, denk ik. Dus lekker blijven doen en lekker bezig blijven, dat is het mooiste. Ja, dat is eigenlijk wel een heel leuk verhaal. Ik was vroeger natuurlijk, toen ik de muziek luisterde, was ik enorm fan van Frans Bauer. Maar ook de verhalen eromheen. En ik wist van het bestaan van Emiel Hartkamp. En ik had altijd de droom dat ik zei van, als ik ooit een liedje kan maken en die man kan het schrijven, ben ik zo enorm trots. En dan heb ik alles denk ik wel bereikt wat ik zou willen. Niet wetende dat ik misschien eigen shows zou willen geven of wat dan ook. Daar was ik toen nog helemaal niet mee bezig. Maar ik wilde een liedje maken. En dat je nu dan werkt met Emiel, wat ik een enorme eer vind. En die me dan ook netjes belt elke keer van, joh, hey, ik heb iets leuks en kom eens naar de studio, ik woon vlakbij. En dan rijd ik erheen en het is dan 30 minuutjes rijden. En dan is het altijd weer een verrassing hoe je die man aantreft. Het is altijd wel heel leuk. En meestal zit hij lekker in zijn kloffie en dan kom ik meestal aan in mijn nette pak. Want ik denk dan altijd dat ik een optreden moet geven of zo. Dus tegenwoordig ga ik wel wat losser naar zo'n sessie toe. Dan is het vaak een colaatje, biertje erbij. En dan Emiel die rookt even een slof sigaret op. En dan gaan we flink aan de bak. En dan is het liedjes opnemen. Ja, en dan ontstaat er iets, een chemie tussen mij en Emiel. Waardoor wij allebei wel weten wat we willen maken. Ja, en dan ontstaat zoiets heel snel. Ja, het is heel lastig uit te leggen. Ik denk dat je het een keer mee moet maken. Om dat precies uit te leggen wat daar gebeurt. Maar je moet gewoon lekker dicht bij jezelf blijven. En Emiel blijft dat heel erg. Ik blijf dat heel erg. En als je dat hebt, dan maak je de mooiste producties. Ja, top. Ja. Safe by the bell. Ja. Precies, ja, voor de bel. Ja, nou ja, dat komt eigenlijk voort uit het verhaal dat ik natuurlijk depressief ben geweest een aantal jaren geleden. En doordat ik in de kliniek heb gezeten, kleine dingetjes ben, hè, weer gaan waarderen.
Heb ik dat verhaal een keer verteld tegen jouw vader en tegen Emiel en tegen Diederik. En vanuit daar is het liedje Vier het Leven volgens mij ontstaan. Want ja, als één iemand het leven tegenwoordig viert, dan ben ik het wel. En ik mag ook nog eens mijn droom naleven. Dat is toch ongelooflijk.